de zon schijnt weer. Super lekker, man. Maar ik ga nu onderweg naar Amersfoort. Ik ga samen met STL weer een programma opnemen. Met een truckpraat. Dat was het. Maak die nou een foto van je terwijl je schoenen. Daar staan we gewoon te filmen. Ook zijn we. Ja. Ik doe verkeerd. Ah, ja, dat is een heel andere film. Het ziet er ook echt een beetje uit als ik de koeien ga voeren, ja. Ja. Goed verhaal. Ik heb een dirndol nodig. Neem je mee. Hey, dit was mijn oude werk. Ik leef voor Jurk een auto sturen. Dan had ik zeg maar zo'n bakwagen. En dan weer aanhanger erachter. Echt? Ja, dat was mijn oude werk. En dit is toch gewoon schattig? Super. Ik heb wel een dirndol gevonden. In het roze natuurlijk. Een smurven. Weet je welke smurf ik ben? Moppersmurf. Geile smurf. Dit kan toch niet? Dit is trouwens mijn eerste keer Subway, daarom zijn we hier nu. Ik heb er nooit Subway gegeten. In mijn bek gepropt. Ja, waar zit je nou in godsnaam naar te kijken, man? Ik vond je voor de subervaring? Ik vind het een 7 uit 10. Ja, zegt hij. Ik kan het thuis ook wel maken. Heeft hij wel een punt? Wat is dit? Wat heb je gekocht? Ja, maar dat is, kijk, dit. Hier staat dan. Dan kun je dan zo die sleutel eraan hangen, hè? Zie je? Hier, sleuteltarget. Want jij raakt altijd sleutels kwijt. Ja. Dus ik dacht, als je dan binnenkomt, kun je gewoon zo. Maar sleutels zijn te zwaar. Maar als je deze wel tegen het bord aangooit, ben ik niet wel weer de sleutel wat hek kwijt. Deze impuls aankoop A, 3 euro, gaat ook gewoon direct weer impuls. Nee, ik wil het proberen. Kom hier. Sferels. Wat een kut idee. Hey. Hey. En nu doet hij het gewoon, hè? Ja, nu wel, ja. En laten we even zien. Nee. Want jij kan jong leren. Jawel, jawel, ja. Laat even zien. Jij ging net voor jij kan jong leren. Nee, ik kon jong leren. Zag ik jong leren. Doe maar. Ja, hou maar. Ik heb nog nooit gejongleerd. Nou, het ging wel beter dan jou. Nou, echt wel. Een stukje beter. Oké, inderdaad. Het ging echt beter. Hallo. Hallo. Hallo Rick. Hallo. Wij staan in Rotterdam. In Rotterdam. In Rotterdam of all places. Vandaag is mijn eerste werkdag. En hengelen. Lekker hengelen. Lekker hengelen. Ik zie er ook echt weer sexy uit. Ik heb alleen geen roze bouwhelm. Maar een roze broodtrommel. Maar in ieder geval, mijn eerste werkdag mee. En we staan naar het huisje. Hengelen. Ja, maar het is een haargoed trouwens. En ik word gewoon naar de gate toe gereden. Hoef niet te lopen. Nou, goeiedag. Vandaag neem ik hem een keertje over. Fabienne die gaat naar kranen. Maar we gaan dus zien of Fabienne het kan. Ik was even vergeten te filmen dat ik klaar was met werken. Ik heb vandaag mijn eigenlijk officiële tweede werkdag gehad. En ik vond het echt leuk. Dus vandaag ben ik met Rick een dag mee. We hebben twee daken gehesen, omhoog gehesen van transformatorhuisjes. En morgen ga ik een dag met de trekker opleggen mee. Deze week vooral met heel veel mensen mee. Vind ik ook leuk, want zo leer je ook mensen hun manier van werken kennen eigenlijk. Ik heb me omgekleed. Ik ga lekker een paard, daar heb ik zin in. En ik wil zeggen, ik neem normaal voor mij een stal. En het is super druk op stal. Dus misschien zat het rustiger dat ik even een stukje film. En anders, see you tomorrow, vroeg. Hola, goedemorgen. Morgen. Wij zijn onderweg naar België. En wat gaan we ophalen? Een betreedbaar station. Een betreedbaar station, hoeveel hoog zit er weer? 25 ton. 25 ton. Nou, die gaan we ophalen en dan gaan we door hier van België halen we op Gent. Ja, Gent student. Gent student. En dan gaan we naar Brussel. Brussel. Nou, wij zijn geladen en wel aardig een zware kant. Met z'n tweeën. Iets te breed. We gaan onderweg naar de locatie. Nog in België, onder Brussel. Ik zie weer wat. Ik zie hier. Oh, ik moet echt ook leren filmen. Ik zie Kijk. Hier, kijk. Ik zie
scherm. Scherm. En waar is dat scherm voor? Die is voor een breedte, met breedtevraag te rijden. En dan kan ik hier losdraaien en dan draai ik zo de cameraatjes uit. Oh, je draait ze echt uit? Ja, die dat inbusje los. Oh, ik zie ze. Ja, en dan het cameraatje uittrekken en dan weer vast. En dan kan ik met invoegen beter zien. Oh, dat is echt wel over nagedacht. We zijn op het adres aangekomen in België. Ik kan hier alleen niet eigenlijk iets filmen, want het is van Shell. Dus ik doe het ook gewoon netjes niet filmen. Jongen, je Nederlands is slecht! En we gaan zo door. Ik mag lekker een stukje rijden. Daar heb ik echt enorm veel zin in, want daarnaast zit dus niks voor mij. Hij heet geen Piotr, hij heet Pieter. Pieter. Ik ga Pieter laten keuren. Nou, moment of truth. Oh ja, lekker romantisch ook. Nou, maar in ieder geval, ik ging hem keuren. Ja, dat is niet gelukt. Nee, dat is niet gelukt, want de man had geen tijd en helemaal moeilijk. Houd het stuur omhoog. Het is een vraag, hè? Het is gewoon een vraag. Het is niks persoonlijks. Het is gewoon een vraag of hij omhoog kan. Nee, dat denk ik niet. Oké, dan doen we dat niet. Oh, die stuurbekrachtiging is ook... Er zit geen stuurbekrachtiging op. Dat denk ik, dat weegt ook niks. Ik luister. Ik weet het toch allemaal niet. Ik zit met mijn voeten helemaal klem. De rem. Oh ja, rem. Rem, ja. Oké. Hij remt heel goed. Ja, maar dan moet je wel even weten dat je eerst de 25 centimeter moet doorduwen. Ja. Ja, hij staat nog aan, Oh, dan nog. Pas op. We zijn onderweg. Oh, niet te hard. Als je zo ziet trekhaak. Luister, lieve, mijn voeten passen niet. Als ik wil remmen, doe ik niet met het pedaal, zeg maar. Ik kan mijn voet, mijn been past zeg maar fysiek net niet tussen het pedaal en het stuur in. Zeg maar, je bent te groot. Dus ik moet zo. Je bent gewoon te groot. Ja. Ik zit weer in een auto. Ik ben weer in die garage gereden. Om deze auto te laten keuren, omdat ik natuurlijk zo goed ben met plannen en dat die maandag gekeurd wordt. Omdat allebei de auto's binnen nu en twee weken geen APK meer hebben. Nee, deze maandag niet meer. Ja, dat is binnen nu en twee weken. Nou, nu binnen ja, dat is ja, binnen nu en twee weken. Dat is aanstaande maandag. Ja. En die andere is 28 maart, dus het is minder, de kever. Maar de kever ook een beetje een hard hoofd in. Wat komt dat? Omdat als je voorin zit en je rijdt door een plas, dat je net zo kan dat de voeten hebt. Ja, maar dat is geen draagdeel. Dat maakt niet uit. Maar goed, resume. We zijn nu twee keer heen en weer gereden in twee verschillende auto's. Twee keer gebeld van tevoren. Van ja, nee, kom maar, ruimte is al te. En twee keer staan er drie auto's voor me. Ah, gelul, joh. Mag niet. Yo. Hey, Koen. Koen. Is Koen? Koen rijdt in de 107 daar. Ja, wie is Koen dan? Koen die ging vroeger met zijn skates op het kleine kinderfietsje van mij. Dat is echt waar. En die was mijn buurjongen bijna, twee huizen verderop. En toen zei hij, dat kan prima zo met die skates zo fietsen. Dan ging dat heel stoer doen en toen brak Koen zijn arm. Ja. Dan heb ik het over de tijd dat ik weet niet hoeveel vier was of zo, vijf. Maar dat is iets waardoor ik Koen mij altijd zal herinneren. Goed verhaal. Met Hiapkraam en even tussen collega van mij, maar niet voor lang meer. Dat hoop je. Ik wil heel graag deze vrachtauto namelijk. Alleen, ik denk niet dat ik hem krijg. Ik denk dat ik het zeker weet. En we hebben vandaag wat naar binnen gehezen. Wat hebben we naar binnen gehezen? Een travo. Een travo, ja. Met Jip. Ik vond het echt heel gaaf om dat te doen. Ik vind Jip ook heel erg leuk. Ik achtergekomen. En nu gaan we de auto wassen, want we hebben zo meteen een feestje. En dan ga ik ook even laten zien. Dan gaan we de Jip erop zetten met nog een deel erop te zetten. En dan doen we helemaal omhoog. Hoe hoog is die dan? Boven de 40 meter. Nou, is die boven de 40 meter? Dan doen we slingers erin. En dan heeft twee vlaggen gaan. Vlaggen gaan erin. Ja, want er komt een nieuwe auto voor een andere collega. Die krijgt een nieuwe Volvo 250 ton de meter Erkin. 225 ton. Ja. 225 ton, iets lager. En een lekker feestje. Dan zal ik zo wat beelden filmen en schieten. En dan kunnen jullie meegenieten. We hebben vandaag, zoals gezegd, van het bekendmaken van een nieuwe truck van Jos. Ik krijg een nieuwe wagen, een collega. En alle wagens zijn echt super mooi opgesteld. Daar is wat feest van gemaakt. En ik neem jullie even mee. In het begin zie je een auto van Ernst staan. Die heeft een Hiab. Echt een dikke wagen. Die wil ik eigenlijk wel. Een dag met Hiab. Maar helaas heeft hij net nieuw gekregen. Die weet ik niet. Goedemorgen,
Het is zondagochtend en ik had gisteren een koffiezetapparaat gekocht. Lekker. Want die had ik namelijk niet in huis. Een echte espresso. Dus die ga ik even uitpakken. Vind ik gewoon een mooi dingetje. Ik zeg, nu gaan we doen. Hartstikke mooi. Ik ga het helemaal doen. Dan ben ik koffie proberen.